Yo, beste kijkers van de Gold cool Channel, vandaag weer een nieuwe video. In vandaag, natuurlijk, weer een Minecraft-video. In vandaag, een beetje een update videootje, want zoals sommige mensen van jullie al wisten, hebben wij een guild op natuurlijk Hypixel. Een guild op Hypixel heeft een, enke, of een aantal voordelen en een paar leuke dingen. En ik ga jullie er iets over vertellen. Want een guild in Hypixel kan je krijgen als je MVP hebt. En MVP Plus, zover ik het weet. En wat kun je nu eigenlijk met een guild? Een guild is eigenlijk gewoon een groep waar je kunt zien wanneer iemand online komt. Als iemand nu van de guild online komt, zie ik van ey, hij is gejoined. En dan kun je dus ook gewoon gezellig met degene in de party. Of kun je gewoon guildcoins gaan verdienen. Elk potje wat je wint krijg je 100 guild points. Elk potje wat je verliest krijg je 30 guild Coins, dacht ik. Dat weet ik niet zeker. Met die goldcoins kan ik in de shop dingen kopen. Slash G-shop gaan we eventjes doen. Nou, we zitten op dit moment op een upgrade. Uh, van uh, hier zo, dat we 50.000 coins moeten betalen. Om 10 extra members in onze guild te laten. Uh, en dat wordt steeds meer. En zoals je kunt zien, is het dan 1 keer 10. Oh, wacht. Ik had hier trouwens ook nog kunnen kopen. Zie ik nu. Verdorie. Oh, het is zonde dat ik dit niet eerder had geweten. Nu. Wacht. X1. Oh, wacht. Die. Ah, nee, 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 nee. Oh, wacht, een verschil per keer. Af en toe kun je er 10 en af en toe kun je er 5. Oké, okay, lol, gg. Uh, bijvoorbeeld een bank-upgrade. Uh, dan hebben we hier nog een guild Message of the Day: guild Party. Dat je gewoon als je slash uh, G Party doet, dan joint iedereen. Slash girl Tag, dan krijgen we een tag. En uh, dan krijg je dus GC achter je naam. Super vet. Um, dat uh, ziet eruit als dat je ja, eigenlijk uh, bij iedereen met uh, iets achter zijn naam heeft. Maar dan krijg jij GEC, dus de afkorting van Gold Eagle Channel, Gold Eagle Creations, Gold Eagle Craft en al die, die dingen. Dat is eigenlijk een beetje wat je met de Gold Coin uh, kunt doen. Um, ik ga gewoon even lekker een potje TNT runnen. En dan na de potje TNT runnen, kunnen jullie zelf zien hoe je die Gold Coins eigenlijk krijgt. Als ik dus win, krijg ik 100 Gold Coins. Verlies, krijg ik iets minder Gold Coins. Nou, we gaan gewoon deze joinen. En. In de tussentijd ga ik nog even wat uh, dingen zeggen over die guild. Hoe kun je namelijk joinen als je slash g of slash guild spatie join spatie gold eagle doet? Kun je onze guild joinen? We hebben op dit moment nog 10 plekjes vrij. Zou je vol zitten? Laat het dan even aan mij weten. Dan ga ik een non-actief iemand er gewoon uit gooien. Uh, daarnaast uh, ja, is dat wat ik zeg. Je kunt uh, met die guild, uh, als je dus bij ons in de guild zit, ook uh, sneller uh, met mensen van uh, uh, mijn community kun je ook oh, uh, een potje gamen. Uh, dat uh, komt omdat als iemand dan online komt, uh, zie je dus ook meteen dat diegene online komt. Dat is heel handig. Daar staat er gewoon uh, player has uh, joined the game. En ja, dan uh, dus die naam erbij van wie er eigenlijk is gejoined. Uh, verder, uh, dadelijk binnenkort, kun je dus ook met slash uh, gparty. Kun je dus ook een party aanmaken. En we zijn nu natuurlijk ook aan het sparen voor die 500.000 guild coins. Die we eigenlijk keihard nodig hebben voor onze tech te krijgen. Daarom zoek ik ook wat actieve spelers. Ben jij nu een actieve speler? Van jij houdt Pixel een leuke server. Laat het dan even bij weten. En uh, ja, het is wat ik zeg. Uh, kom gewoon gezellig joinen. Je mag natuurlijk altijd in de reactie zeggen wat jouw Minecraft naam is. En ook zeggen natuurlijk als je al bent gejoind. Zou je normaal als awesome zijn. Als je zou joinen. Ik zou zeggen voel je welkom bij de club. Um, ja joh, we gaan gewoon leuke dingetjes doen. Uh, we, ja, we hebben eigenlijk uh, van alles nog wat aan spelers. Van Skyward spelers tot uh, Hunger Games, tot uh, echt van alles en nog wat. En dat maakt dus ook extra 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 leuk. En ja, dus wat ik zeg, in een party kun je gezellig samen joinen, samen gezellig chatten. Uh, in de guild kun je ook chatten door slash g uh, spatie chat spatie wat je wilt uh, zeggen te typen. En zo kun je heel veel leuke dingen eigenlijk als je in een guild zit. Ja, natuurlijk, je kunt ook altijd wel gewoon typen naar andere mensen in de party. Maar ja, ik vind toch altijd, ik weet niet, ik heb wel iets met die guilds. Ik vind het wel heel leuk dat die guilds hier zijn. En ja, ik uh, wil het eigenlijk een beetje actief proberen te maken. En ja, ik ben heel benieuwd hoe jullie daarover denken. Laat het vooral even weten in de reactie onder deze video straks. Uh, laat ook we even weten. Ben je al gejoined Of wil je al joinen? Ook natuurlijk als hij vol is. Laat het even weten. Dan kan ik even ruimte maken. Want we hebben volgens mij, ga ik daar voor jullie kijken, 95 uh, plekjes vrij of zo. Of 90 of zo. Ik weet niet precies hoeveel plekjes we vrij hebben. Maar we hebben in ieder geval genoeg plaatsjes vrij. En uh, nu moet ik hem heel hard Ah, helaas, we waren er niet op tijd voor. Maar daarom gaan we eventjes. Uh, ja, we gaan gewoon even wachten. Slash g-info. We hebben op dit moment. Even kijken. 55 van de 65 spelers erin zitten. Dus er kunnen 65 spelers in. Ja, ik zou zeggen, voel je vrij om te joinen en uh, help ons mee na die, die leuke tag toe. We hebben daarvoor 500.000 punten nodig. We kunnen op dit moment een max van 11.000 punten halen. Vandaag hebben we alweer 2.800 punten gehaald. We hebben nog maar 32.000 gold coins, dat heeft natuurlijk te maken omdat ik uh, vandaag weer iets heb uh, gekocht. En ik ga jullie zo meteen laten zien als een van die spelers even omlaag valt. En dat gaat zo meteen wel gebeuren. Wat je dan eigenlijk kunt doen uh, en waar je kunt zien hoeveel Gold Coins je hebt uh, verdiend. Ik kan dat natuurlijk ook bij andere mensen checken. En dan ga ik daar eigenlijk laten zien uh, hoe dat kan. En als het goed is, gaan we dat nu zien. We hebben nu een winnaar. En dan als het goed is, komt dat dadelijk uh, te staan. You earned 30 Gold Coins. En dat zijn dus die Coins, die staan hier zo. Uh, die je krijgt uh, voor de Gold. Dus speel je bijvoorbeeld met 10 man. En je verliest met z'n tientjes. Ja, dan krijg je toch 300 gold coins. En dat is enorm awesome. En ja, vandaar dus ook dat ik eigenlijk deze video maak. Om even te vertellen van hoe kun je nu in die guild joinen. Dat ik het gezellig zou vinden als jullie mijn guild joinen. Niks moet, alles mag. En ook voor jullie, als jullie dan één keer mee willen doen met mij. Ja, je, je kunt altijd gewoon zien wanneer ik online kom. En hoe chill is dat? Dan, ik ben wel iemand die altijd graag met de party just, speelt. Dus ik zou zeggen... Let's join the guild, Gold Eagle. En uh, wie weet, kom je me binnenkort tegen hier op Hypixel. Ik zou het hartstikke gezellig vinden. En natuurlijk de rest van onze guild zou het ook hartstikke gezellig vinden. Als jullie er ook bij komen, als jullie in een andere guild zitten, maakt me ook helemaal niks uit. Maar het, is, het was meer om te vertellen voor degenen die nog niet wisten hoe je een guild kon joinen. Hoe het dus moet. Dus slash uh, g join uh, Gold Eagle. En dan staat er IQ alweer in een guild omdat ze dus al erin zit voor jullie. Als je er nog niet in zit, dan uh, staat er dus uh, dat je bent gejoined. Voor nu zou ik zeggen allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Was er iets onduidelijk of is er iets onduidelijk? Laat het even weten in de reactie onder deze video. Dan ga ik zo snel mogelijk weer terug reageren van hoe, je, hoe het werkt of wat uh, er anders moet als er iets fout is gegaan. Voor nu nogmaals bedankt voor het kijken en hopelijk tot snel bij een gloednieuwe nieuwe video hier op dit kanaal.